Welkom terug bij een Redstone tutorial. En vandaag heb ik voor jullie pop-up of toggleable firelight. Met een nieuwe snapshot waar dispensers vuur kunnen dispensen. Want hier zit flint en steel in. En al deze bats. Ze plegen het hele zelf maar. En aan het einde van de gang zie je mijn twee broers. Ik ben cowboy geworden, zij zijn gewoon creeper gebleven. Maar we gaan kijken wat hierachter zit. Haal ik dit even weg. Ik heb er heel veel delay op gezet. Maar wat je hier ziet. Één unit is één breed. Zoals je kan zien. Je kan ze jammer genoeg niet één breed naast elkaar zetten. Maar wel met twee blokken ertussen. En ja, dat ziet er zo uit. Ik heb er heel veel delay tussen. Om een leuk effect te geven. En hier hebben we één unit. En zoals je kan zien. Het is nog best klein. En het gebruikt dus de nieuwe functie van dispensers. Gewoon normale dispensers. Die flint en steel. Ja, gewoon vuur kunnen maken op het blok voor hen. Dus, boom, vuur. Vuur weg. En hoe het werkt is, hier is de input dus, met een knopje. En je klikt. En de dispenser, die maakt vuur. Zoals je kan zien. Maar wat er ook gebeurt, is, hier komt een puls. Die puls zorgt dat deze piston dit blok hieronder achterlaat. En dat laat die piston een puls geven door deze pulse generator. Dus zoals je kan zien... Oh. Boom. En dan is het vuur uit. Dus nog een keer. Vuur aan. Vuur uit. En ik ga jullie gewoon even laten zien hoe je het moet bouwen. Dus ik ga hier bouwen. Dus waar je mee begint is het input gedeelte. Zo. En dan zet je gewoon een knopje voor nu. Ik ga je ook laten zien hoe je er meerdere bij elkaar kan zetten. Dan zet je een knopje. Redstone dust. Zo. En dan zet je daar flint en steel in. Hier zet je een piston. En met netherrack erop. Dus dan heb je dit. En dan ga je deze kant op. Hier maken we de eerste pulse generator. En deze pulse generator maakt een one tick pulse. En die one tick pulse laat deze piston zijn blok achterlaten. Zo. Dus dan laat de piston zijn blok hier achter. En dan zet je hier een redstone dust. Hier een piston met een blok. Hier een blok met een repeater op 2 ticks delay. Zo. En dan hier een redstone dust. Dus... deze werkt nu ook. En als je er meerdere aan elkaar vast wil zetten. Wat je wilt doen is tegen deze redstone dust een blok aanzetten. Daar een repeater tegenaan. Zo blokken van de repeater laten lopen. En dan hier een rijntje. En dan zo. Nou, dit kan je dus met heel veel doen. De hele tijd zo. En hier weer naar binnen. En hier dan nog een unit. En dan zo door. En dan kan je daar gewoon een button zetten. En dan gaan ze allebei aan. En allebei uit. Wat ik ook leuk vind om te doen is bijvoorbeeld delay tussen de twee zetten. Dan gaan ze om zijn beurt. En ja, dat ziet er gewoon leuk uit. Dus zo simpel zijn deze twee eigenlijk. En het is nog best leuk om, weet ik veel, in je huisje of zo te maken. Of misschien een soort van tempel. Dan kom je binnen met pressure plates. Het is eerst helemaal donker. En zo donker. En dan loop je over pressure plates en dan één keer zo... loop je zo naar binnen en dan een keer... wow, allemaal licht. Dus ja, dat zijn gewoon een paar ideeën. Maar ja, dat was het voor deze Redstone tutorial. Hopelijk vond je het leuk. Like, comment en subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!